Yes jongens, maak kennis met ons nieuwste project. Dit is wel een heel bijzonder karretje. Karretje? Nou, ik kan wel zeggen dat het een flinke auto is. Het is namelijk de auto van de schoonvader van mijn tweelingbroertje en het is een Toyota FJ Cruiser. Mijn vader heeft deze auto zelf uit Japan geïmporteerd in 2022. En tot zijn spijt is deze auto dus een aantal maanden geleden in een ongeluk gekomen. En daarbij dus die auto flink beschadigd. Gelukkig ben ik de ideale schoonzoon die deze auto gaat opknappen. Samen met mijn broertje. De auto staat al een paar maanden stil. Wat extreem zonde is natuurlijk voor een auto waar je maar liefst €420 aan wegenbelasting per kwartaal voor betaalt. Check eventjes. Deze auto heeft maar liefst 3 ruitenwissers, 4 liter 6-cilinder motor die ook in de Toyota Land Cruiser is uitgebracht. Jongens, dit zijn motoren die makkelijk 1 miljoen kilometers kunnen draaien en daarom is dit ding ook zo robuust. Kijk eventjes wat deze auto ook uniek maakt. Dat zijn de suicide deuren aan de achterzijde. Kijk eventjes. Dit kom je echt bij vrij weinig auto's tegen. Het is echt een Amerikaan. Kijk even hoe groot alles is. Het is echt robuust. Je hebt echt een klein raampje waar je doorheen kijkt. Ik dacht dat een G-klasse apart was, maar dit is nog even een tandje gekker. Schade lijkt dus mee te vallen op deze auto. Alleen vaak zegt de buitenkant niet meteen wat er achter de panelen zich bevindt. Dus daar gaan we zo achter komen. Maar er is wel een probleem met deze auto. Onderdelen van Amerikaanse auto's zijn dus moeilijk te krijgen in Nederland. In Europa überhaupt. Dus wij hebben al onderzoek gedaan naar een aantal onderdelen van deze auto. En we hebben nog niet eens alles gevonden. Sterker nog, bijna niks. Ja. Ik zal jullie even een voorbeeld geven. Een zijscherm gebruikt, als je hem kan vinden, is die ongeveer €350. Een zijschermpje jongens. En dat is gewoon letterlijk, hoe groot is dit? 20 centimeter bij 20 centimeter, dus echt een klein dingetje. Vorige schadebedrijf die dus een offerte heeft gemaakt voor mijn schoonvader, die heeft dus aangegeven dat de zijscherm vervangen moet worden. Wij denken daar anders over, want het is eigenlijk, het is gedeukt. En als jij weet hoe onze Mercedes AMG eruit zag, nou dat ding is ook gewoon hersteld. Dus hij hoeft daarentegen niet helemaal nieuw te worden. Hij moet gewoon optisch in goede staat komen. En wij denken dat wel te kunnen realiseren. Ik wil ook maar eens even kijken of de motorkap open gaat. Dat weten we ook niet. Wat ik wel weet is dat er een mega dikke motor in zit. Hoor dit eventjes. Oh ja, dat hebben we natuurlijk ook nog. Ja, die deur loopt dus aan op het zijscherm. Als je hier dus in de auto zit, weet je wel echt dat je in een all-terrain auto zit. Naast een kompas zit er ook gewoon iets van een waterpas. Je zit ook als een koning. Dit ding is echt gewoon een robuuste mannenwagen. Ik zou zeggen, we gaan hem binnen zetten. We gaan even de schade goed doornemen. Want we weten nog voor de helft niet eens volgens mij wat er allemaal mis mee is. Let's go. Zoiets groots hebben we nog niet eerder in de werkplaats gehad. Hey, wie doet het nog? Kijk. Eigenlijk met het gelijk openen van de motorkap heb ik gezien dat de plastic plaat die eigenlijk aan de voorzijde van de motorkap zit, los is. En dit komt eigenlijk omdat het eigenlijk losgebroken is van zijn ophanging. En dit is natuurlijk een zeer eenvoudige fix. Als je deze auto officieel laat repareren, wordt dit gewoon vervangen voor een nieuwe. En nogmaals, deze onderdelen zijn in Nederland super moeilijk te verkrijgen, want het is dus een Amerikaanse import. En deze onderdelen zijn dus ook alleen maar in Amerika uitgebracht voor de verkoop. Dus in Nederland zou je deze moeten bemachtigen gewoon via online websites. Het is haalbaar, maar wederom super duur. En daarom gaan we ervoor zorgen dat we dit gewoon weer repareren. En voordat we eigenlijk verder kunnen met kijken wat nou echt het grootste verschil is tussen links en rechts voor, moeten we eigenlijk als het ware dit deel van de auto demonteren om daadwerkelijk een vergelijking te kunnen maken tussen links en rechts. Vertel ik het goed? Ja, heel goed. Maar wat ik eigenlijk al gelijk zie, is dat hier een hele deuk in zit. Als je rechts met links vergelijkt, zie je eigenlijk dat dit helemaal opgekreukeld is. En dat dit eigenlijk een beetje naar beneden loopt. Terwijl die zijde gewoon een beetje recht loopt, gaat deze een beetje naar beneden. De impact was dus ook aan deze zijde natuurlijk, dat is logisch, dat zie je. Daardoor is het een beetje opgekreukeld hier naartoe. Wat natuurlijk de bedoeling is van zo'n kreukelzone. Want dit is zeg maar een kreukelzone. Al die strepen die je hier ziet, je ziet ook dat die hier een beetje gekreukeld is. Maar dat is juist ook de bedoeling om de impact te verkleinen, waardoor je op andere delen van de auto, bijvoorbeeld een dak of dergelijke, geen tordering krijgt. Want hij heeft dus ook het zijscherm doorgeschoven naar achter, wat dus die deur heeft beschadigd. Je ziet ook als je de motorkap dicht doet dan, dat hier eigenlijk een enorme kier is ontstaan. Terwijl aan de andere kant, kan ik jullie zo laten zien,
zit een veel kortere ruimte. Dus dit is eigenlijk allemaal doorgeschoven naar achter een beetje. Oh, is het echt wel mazzel hoor, want dat had gewoon zomaar die voorraam kunnen zijn, hè? Ja, echt waar. Wat wij nu eigenlijk gaan doen is rechtsvoor de auto demonteren, zodat we linksvoor een vergelijking kunnen maken. En dan aan de hand daarvan een partslist, denk ik, kunnen opstellen. Kijken wat we kunnen repareren en kijken wat we echt nieuw nodig hebben. We weten van jouw schoonvader Jan. Zullen we hem gewoon Jan noemen, dat iedereen ook weet, hè? Dan weten we ook gewoon wat we kunnen repareren. En Jan heeft tegen ons gezegd, het hoeft dus niet helemaal nieuw met nieuwe onderdelen gerepareerd worden. Dus de dingen die wij kunnen herstellen, scheelt hem in zijn portemonnee. En we vinden jullie leuk om daarin mee te nemen. Om daar dus ook weer een ander soort manier van schadeherstellen te laten zien. Want je kan natuurlijk een hele front vervangen, maar je kan het ook herstellen. En dat is voor ons wederom een challenge. Om dus dingen te gaan repareren in plaats van te vervangen. En het is ook best wel een beetje richtwerk. Dus zoiets hebben we ook nog niet eerder gedaan. En daarom vinden we dit ook best wel exciting om te doen. Want totaal iets nieuws. Normaal vervangen we een front. Maar hierbij zijn de onderdelen zo schaars en duur. We moeten het gewoon gaan proberen te repareren. Dus dat is superleuk. Er is wel genoeg ruimte voor verbetering bij dit project, zeg. Ja, dit ding heeft ook wel zijn beste tijd gehad. Hoeveel kilometer staat er eigenlijk op? Spanner. Oh, dit is het. 140.000 kilometer, jongens. Miles. Nee, ja, miles. 140.000 miles. Het mooie van deze auto is dat alle koelers intact zijn. Geen koelvloeistoflek, geen motorolie-koeler, geen transmissiekoeling, geen airco. Hoewel eigenlijk al accu hebben gedemonteerd, zien we al eigenlijk dat er een gigantische impact hier is geweest. Mega deuk, kijk eventjes. Dit heeft gewoon eigenlijk gewoon recht moeten lopen, zoals aan deze zijde. Hier zie je dat het helemaal recht is. Hoe ervaren je ook bent met autodemontage en herstel, het kan altijd zo zijn dat je iets vergeet. En daarom maken wij dan alle tijden ook gewoon foto's van alles, zodat we als een extra geheugensteuntje weten waar elk stekkertje komt. Deze, die komt gewoon hier. Maar ja, ik wil hem al helemaal terughalen en daar ergens doorheen halen om eigenlijk kabelvrij te maken hier. Maar ja, nu we eigenlijk foto's van alles hebben, weten we ook waar het terecht komt. En dan zitten we straks niet met vraagtekens op het moment dat we hem in elkaar gaan zetten. Hier ook een rubbertje wat vast zit met de tuinrit. Je ziet ook dat dit een beetje naar achter is gegaan. Want je hebt hier meer ruimte aan deze zijde dan aan deze zijde. Kijk deze mega plus kabel. Wat een joekel. Dat is gewoon groter dan de plus die eigenlijk normaliter naar de accu gaat. Dit is natuurlijk die plus die ik net bedoelde. Het bedrijf die dus de prijsopgave heeft gemaakt, die heeft wat demontagewerkzaamheden gedaan voor ons. En de onderdelen hiervan liggen achter in de auto, dus dat gaan we zo meteen bekijken. Jullie doen toch ook alles voor jullie schoonvader? Nou, wij ook. En dit is een super exciting project. Wij zien dit echt als een mega uitdaging en super leerzaam. Laat in de comments weten wat jullie van dit project vinden. Een FJ Cruisers, wat een hele unieke auto. En daar is het dus gewoon helemaal zo erin gegaan. En ik denk dat we dit er wel uit kunnen trekken. Ik zou zeggen, spanbanden eraan en kijken of we dit hier in huis kunnen oplossen. Let's go! Ja. Oké, even voor jullie beeldvorming. We hebben dus een spanband eraan vastgezet. Mega sketchy. Mega sketchy inderdaad. Aan mijn brug. Hoe hij eraan gaat trekken, komt er dus spanning op. En dan ben ik benieuwd of we er iets uit kunnen krijgen. Dit is ontzettend gaaf om te doen, zeg. Iets wat we nog nooit hebben gedaan en dat het een beetje uitwerkt zoals we in de gedachten hebben, is gewoon fantastisch. Kijk eventjes naar hoe recht dit ding loopt. Je ziet ook gewoon dat het nu al goed zit. Ook hebben we de deuk die hier uitgekregen aan de zijkant. Kijk eventjes van binnenuit. Kijk hoe mooi recht dit loopt. Alhoewel, hè, je ziet dat we erop getimmerd hebben. Dat moeten we nog een beetje recht maken. Hier, dit deel. Dit loopt eigenlijk helemaal vlak. Dit moet nog een beetje naar buiten. Maar voor de tijd dat we hierin hebben gestoken, zijn we al gigantische stappen vooruit gegaan. En als we deze zijscherm weer monteren, dan is het zo dat die deur al op een normale wijze opent. Hij zit nu nog niet vast daar, maar hij opent al eigenlijk zonder gekraak. Dus dat is super goed nieuws.
ook gewoon een hele mooie brede lijn. Die gewoon gelijkmatig loopt. We hebben zojuist de motorkap even op zijn plek gezet. Hij is ook vastgeklikt in het slotje. Bij de FJ Cruisers zie je dat het hier heel breed zit. Dat zie je aan de andere zijde ook. En daar schrik ik eigenlijk een beetje van. Maar ja, als het origineel zo zit, dan wie ben ik om dat te veranderen? Kijk eventjes wat een gap. Maar misschien omdat er zoveel vel tussen zit, dat hij daarom zo opvalt. Ik vind wel dat we echt de juiste kant op gaan. Even de motorkap open. Dan gaan we de zijscherm even vastzetten. Een beetje naar binnen. En dan vanuit daar gaan we kijken wat er nog meer nodig is. We hebben de afstelwerkzaamheden voor nu eventjes gehad. Met betrekking tot het zijscherm. Het sluit naar ons idee best wel goed aan. We missen daarentegen wel een koplamp linksvoor. Ze kunnen niet echt meer afstelwerkzaamheden nu verrichten dan wat we werkelijk nu hebben gedaan. Je ziet hier natuurlijk nog wel een mega impact op het zijscherm. Daar kunnen we nu niet zoveel aan doen. Ik wil eerst even de koplamp binnen hebben voordat dit daadwerkelijk echt gaat buigen en stellen. Voor nu ziet het er allemaal super goed uit. Ik zie hier wel de bumpersteun, de bumperbalksteun. Deze daarentegen wel een beetje krom. Ik denk dat we deze nog even met onze spanbandtechniek even recht moeten maken. En dan zijn we al een heel eind gekomen in deze aflevering. Ik ben ontzettend blij met hoe dit allemaal uitpakt. Voor de eerste keer dat we zoiets doen. Daarom ook voor jullie even een stukje motivatie. Probeer het gewoon. Doe het gewoon. Denk logisch na. Misschien werkt het niet uit zoals je hebt gedacht. Maar is het wel een leerzame les geweest. Afwerking heeft hij nog wel nodig. Dat is duidelijk te zien. We zijn nog lang niet klaar. Dus dat is iets voor de volgende aflevering. Maar voordat ik deze aflevering ga afsluiten, wil ik dit toch nog even aanpakken met onze spanbandtechniek. Daarna hoeven we ook niet meer te trekken en te shorren. Dus als dit opgelost is, dan is het nou nog alleen nog maar wachten op de onderdelen. Normaal gesproken zit hier dus een fender flare. Je ziet nog de afdruk op de zijscherm zitten. Mijn broertje is die er even bij aan het pakken, want die is nog gewoon aanwezig. Dan zien we ook eigenlijk precies hoe de bolling hier hoort. Eigenlijk zie je ook bijna niks van de schade, want hij wordt zo goed als afgedekt als het goed is. Want je ziet hoe die heeft gezeten. Als we dan een beetje een idee hebben van hoe die zit, kijk eens aan. Kunnen we het daar een beetje op afstellen. Ja, zoals we zien moet hij best wel een stuk naar buiten. Hoe gaan we dat doen? We hebben zojuist even de kofferbak leeg gehad om te kijken welke onderdelen er allemaal bij zitten. Daarentegen de kofferbak zit nog een complete leer set. Hiermee kan je dus jezelf bevrijden als je vast zit in een bos of in het modder of zo. Jan wil deze daarentegen misschien wel terug als we de juiste bumper weten te vinden. Ja, het zou super nice zijn als we die terug konden plaatsen. Nu is natuurlijk de vraag, wat hebben we eigenlijk allemaal nodig om dit project te laten slagen? We hebben natuurlijk een aantal onderdelen al besteld. Zo komt er voor rechts voor een nieuw knipperlicht. Links komt er een complete nieuwe koplamp. Oh nee, trouwens, volgens mij zijn het twee nieuwe koplampen en twee nieuwe knipperlichten die onderweg zijn. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat we dit bakje, waar die koplamp aan vast zit, ook natuurlijk helemaal gaan vervangen. Daar gaan we natuurlijk naar op zoek. Maar zoals we aan het begin van deze aflevering hebben verteld, zijn de onderdelen behoorlijk schaars voor dit soort auto's. Dus daar gaat nog flinke research aan te pas komen om die te vinden. Dat zou natuurlijk het mooiste eindresultaat zijn als we dit helemaal vervangen. Daarnaast komt natuurlijk ook nog een nieuwe voorbumper op die ook besteld is. Vond je deze aflevering nou super gaaf? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. Alleen omdat je je schoonvader wil helpen, moet je al een duimpje omhoog doen voor deze aflevering. Als je dat allemaal hebt gedaan, doe een comment wat je van onze werkzaamheden vindt. En daarna zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe aflevering. Tot dan. Ciao.